Aan de grootste medische strafzaak ooit is vandaag een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Bij het gerechtshof in Arnhem begon het hoger beroep in het proces rond de Enschedese oud-neuroloog Janssen Steur. Ja, na ellenlange juridische procedures werd de omstreden medisch specialist begin dit jaar veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar. Een unicum in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Rob Voorkink was vandaag bij het gerechtshof in Arnhem. Je was er weer bij, Rob. Begin van het hoger beroep, maar nog geen inhoudelijke behandeling, hè? Nee, vandaag moet je zien, is een soort regiezitting, zoals dat heet. Daar proberen beide partijen over en weer nog tot afspraken te komen of nog verzoeken neer te leggen. En dan moet het gerechtshof daar nog naar kijken. Nou, het OM had weinig in te brengen, maar de verdediging, in dit geval de nieuwe raadsman van Janssen Steur, des te meer. Bijzonder namelijk, want hij vroeg om een onderzoek naar zijn eigen hersenbeschadiging. Waarom willen ze dat? Nou, dat komt omdat Janssen Steur in 1990 gewond is geraakt bij een verkeersongeluk op de terugweg van een skivakantie. Maar dusdanig dat hij in coma is geraakt. En tijdens de rechtbankzaak kwam al aan de orde dat zijn IQ was toch enigszins aangetast. En ja, je kunt wel nagaan dat de verdediging natuurlijk nu probeert om dat naar voren te brengen. En als dat onderzoek wordt gehouden, dat daaruit naar voren komt dat het inderdaad zo is. En dat werkt dan strafverminderend. Maar is alles dan gebeurd na dat ongeluk? Alles is gebeurd na dat ongeluk, maar dat is tegelijkertijd ook weer een bijzonderheid. Dat ongeluk was in 1990 en ja, het ernstig dysfunctioneren en de enorme verslaving, ja, die kwam pas aan het licht in 1998. Er zit veel tijd tussen. 8 jaar tussen, ja. Ja. Je zei het al, eigenlijk mogen beide kanten, want ze zijn ook allebei in hoger beroep gegaan. En ze mogen dus allebei vragen stellen, mogen allebei dingen laten onderzoeken. Het OM heeft verder niks extra's willen laten doen? Nee, want het OM is eigenlijk louter in beroep gegaan omdat ze vinden dat de straf die de rechtbank begin februari van dit jaar heeft opgelegd, 3 jaar onvoorwaardelijke celstraf, dat zelfs eigenlijk nog te weinig was. En daarom vinden zij dat de zaak opnieuw moet worden voorgelegd aan andere rechters, het gerechtshof in dit geval. Ja, wanneer weten we hoe het nu verder gaat? Want dit moet ook weer onderzocht worden natuurlijk. Nou, 12 januari gaat het gerechtshof zeggen of dat hersenonderzoek er komt. En ga er maar vanuit, want justitie is daar niet tegen. En komende zomer, 18 en 20 mei, staan gepland voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Goed, dan horen we daar meer over. Rob, dankjewel.